Bij het hertenkamp in Soesterveen noeg het een bankje uit om te praten. Wethouder Tjibbe Brinkman van Nacht Kaspelen had het juster ontbleerde. Als je één gesprek met leden ta verkoming ta, dan ben je al heel wezer mee. We vinden gewoon dat we verantwoordelijkheid ook nemen moeten dat ook in deze drie tijden, en het is van alle tijden, dat we wel zeggen van mensen, praten over, ook de wij erheen, depressiviteit of orenproblemen en alles. Het is bespreekbaar en alles en zie je help. Vlinge hier dienen in Friesland 70 mensen haar te kwad. Neffens de wethouder springt Acht Kaspelen er in negatieve zin uit. Ik ben net een psycholoog of een psychiater en ik ga net een diagnose stellen, want dat is heel gevaarlijk en alles, maar dat kan verschillende redenen wijzen. Maar ook omdat misschien het erop praten in deze hoeken misschien wat moeilijker is en dat het er meer sletten is. Dus de algemene onderwerpen, dat kunnen we heel goed bepraten, maar de moeilijke onderwerpen is wat dreiger. Acht Kaspelen is de eerste gemeente in Friesland met deze bankjes. Wat de GGD onbelangt, volgt de rest van de provincie. Mensen kunnen erop gaan zitten, met elkaar het gesprek aangaan. En mensen denken soms dat het praten over gedachten aan zelfdoding mensen op verkeerde ideeën brengt. Maar juist praten helpt en geeft vaak verlichting aan mensen die zulke gevoelens hebben. De GGD houdt geregeld campagnes om zelfdeding vat te komen. Ek Juwetedij is preventie wichtig. Voorstellen dat de energiecrisis, de problemen in de agrarische sector hun weerslag zullen hebben op de mentale gezondheid van de Friese burger. Wat die gevolgen precies zullen zijn, dat weten we nu nog niet. Wel weten we dat er onder jongeren, er zijn meer jongeren met suïcidale gedachten dan 2 jaar geleden. Dus daar zien we wel een toename. Mogelijk is dat het gevolg van de coronacrisis, maar dat zal nog onderzocht worden.